Hoi, ik ben Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een brugklas Q&A, want het is nu nog wel lekker zomer, maar het is alweer bijna tijd voor sommigen van ons om terug te gaan naar school, oftewel back to school. Ik kreeg via Instagram DM heel veel de vraag of ik weer een back to school Q&A wou doen, waarin ik al jullie vragen beantwoord over de brugklas, over andere schoolzaken en over heel veel struggles. Dat is ook hetgeen wat ik vandaag ga doen, want jullie konden mij vragen insturen via Instagram. Volg je mij nog niet op Instagram? Mijn Instagram is bopopman, dus gaan we zeker weten even volgen. Vind je deze video leuk? Wil zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En let's get started! Vraag nummer 1. Deze vraag is heel vaak gesteld. Namelijk, ik ga naar de eerste en de vraag is, hoe heb jij het beleefd op je eerste schooldag? Vond je het erg? Heb je tips? Want ik ben best wel zenuwachtig. Mijn eerste schooldag als brugklasser is al heel erg lang geleden. Want ik ga volgend jaar naar de 5e klas. Wat betekent dat het al 4 jaar geleden is. Ondanks dat het al 4 jaar geleden is, kan ik me deze dag echt nog als de dag van gisteren herinneren. Want wat daar gebeurde, weet ik allemaal nog precies. We hadden voor de zomervakantie een kennismakingsdag op onze nieuwe school. En ik weet nog heel goed dat van mijn groep 8 klas 30 kinderen uit onze klas naar een bepaalde school gingen en ik samen met 2 anderen naar een andere school ging en dat is de school waar ik nu nog steeds op zit. Dus ik ging samen met deze 2 kinderen naar mijn nieuwe school toe, maar het allervervelendste voor mij was nog, zij zaten allebei op hetzelfde niveau, dus zij konden nog wel bij elkaar in de klas komen. Maar ik zat niet op hetzelfde niveau als zij zaten, dus ik had eigenlijk niemand. Ik kwam sowieso bij niemand in de klas die ik kende. Eigenlijk ging bij ons alles best wel vanzelf, want wij moesten met alle eerste klassers in de aula zitten. Echt, die hele aula zat vol. En er werd per niveau weer de klas opgenoemd. Dus bijvoorbeeld Bopopman, jij zit in HMB, kom maar mee. En zo ging het eigenlijk. En toen kwam ik in een klas te zitten waar ik niemand kende en ik was er echt van oké, hi there. Maar eigenlijk ging het best wel vanzelf of zo, doordat iedereen wel een beetje met elkaar ging praten, omdat het anders voor iedereen ongemakkelijk werd. Dus iedereen ging wel met elkaar praten en onze mentor die deed direct ook heel erg veel kennismakingsspelletjes. Dus dat je elkaars naam leerde kennen, een beetje elkaars hobby's. En die namen waren voor mij zo'n grote stress, want ik kon echt geen naam onthouden. Ik kan dat sowieso niet. En al helemaal niet in zo'n klas. Dus ik zat er echt van, oké, ja, dit en dit. Maar het was gewoon een beetje moeilijk en ik was best wel zenuwachtig. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gegaan, want direct de middag na de kennismakingsdag was er al een groepsapp, ging iedereen veel praten. Heb ik zelf nog met een paar meiden afgesproken in de zomervakantie. En ging het allemaal heel erg vlekkeloos, dus ik snap dat je zenuwachtig bent. Maar laat het allemaal lekker zijn gangetje gaan en dan komt het zeker weten goed. Nummer 2. Ik ga naar de middelbare school en ik moet al mijn vrienden verlaten. Is het moeilijk om nieuwe vrienden te maken? Nou, dit komt eigenlijk een beetje neer op mijn vorige vraag die ik beantwoord heb. Het gaat eigenlijk allemaal best wel makkelijk. Hoewel je van tevoren echt denkt van, ja, dit wordt onmogelijk, dit kan niet. Maar het is zo, je moet onthouden. Je bent niet de enige nieuweling op de school. Je bent met z'n allen nieuw en iedereen staat open voor nieuwe vrienden of vriendinnen. Dus iedereen is wel in voor een praatje of wat contact. Dus zorg vooral voor jezelf dat je gewoon gezellig meepraat. Dat je vooral niet als het ware je tot jezelf gaat keren. Dat je alleen maar met jezelf bent, want dan gaat het denk ik niet werken. Maar wanneer je voelt heel erg open bent en heel erg gezellig tegen anderen en je gaat gewoon lekker meepraten, dan komt het echt wel goed. Want nogmaals, iedereen is nieuw op school en iedereen wil graag een leuk schooljaar en dus vrienden en vriendinnen maken. Vraag nummer 3. Welke klas ga jij en vond je het spannend de eerste keer naar de middelbare school? Nou, ik ga volgend jaar naar HAVO 5, dus dat is mijn examenjaar. En ik hoop dat ik dan van school af ben, tenminste van de middelbare school. Maar dat weet ik natuurlijk allemaal nog niet. Ik heb nu eerst nog lekker vakantie, dus laat ik daar eerst van genieten. En of ik het spannend vond om de eerste keer naar de middelbare school te gaan, ja, het komt een beetje terug op mijn andere vragen. Ik vond het natuurlijk heel erg spannend, maar toen ik er eenmaal was, viel het allemaal heel erg mee. En ik had het me van tevoren veel heftiger voorgesteld dan dat het eigenlijk was. Want het was gewoon gezellig met z'n allen, dus het komt wel goed. Niet te zenuwachtig zijn en gewoon lekker zijn gangetje laten gaan. Vraag nummer 4. Vraag nummer 4 is, hoe kun je het makkelijkste plannen voor een toetsweek? Nou, ik zit nu in de 4e klas en in de 1e, 2e en 3e klas had ik elk jaar aan het einde van het schooljaar, dus bijna voor de vakantie, 1 toetsweek. En dan hadden we 5 dagen lang toetsen en daar verderom geen lessen, dus echt alleen maar een toetsweek waarin je toetsen maakt. En in de 4e had ik voor het eerst 5 toetsweken in 1 jaar en het was echt heel veel. Maar ik vind toetsweken zelf best wel chill, al klinkt dat misschien heel raar. Maar ik krijg buitenom, als je heel veel toetsweken hebt, krijg je buitenom
de toetsweken veel minder toetsen los. Dus er is echt één week dat je bijvoorbeeld heel hard moet focussen. Maar daarbuitenom valt het allemaal wel mee. Heb je één keer dan een klein toetsje, dan een klein toetsje. En vooral in de vierde klas heb ik heel erg gemerkt dat alle grote toetsen allemaal in de toetsweek waren. Dus daar kon je heel erg op focussen. En ik vond dat heel erg fijn. En hoe ik altijd leerde voor toetsweek is dat je moet vooral heel erg vroeg beginnen. Want ik heb daar zoveel fouten mee gemaakt door gewoon te denken, ah, dit kan wel een dag van tevoren. Ik doe dat vanavond wel, ik doe het wel in een tussenuur. En dat werkt gewoon niet. Bij een toetsweek moet je een planning maken van dit ga ik vandaag doen, dit ga ik vandaag doen, dit ga ik vandaag doen. En je daaraan houden. Als je daar niet aan houdt, dan werkt het niet. Je moet gewoon voor jezelf de discipline vinden om te denken van oké, nu ga ik dit doen, nu ga ik dit samenvatten, dan lees ik dit weer door. En het is vooral de kracht van herhaling, want dat werkt weer goed, heb ik gemerkt. Dus zorg vooral dat je goed bij blijft in de lessen, aantekeningen overneemt, maar vooral goed gaat plannen. En het plannen kan je een beetje op je eigen manier doen. Dit doet iedereen voor zich en iedereen op zijn eigen manier hoe hij het fijnste vindt. Vraag nummer 5. En dit is niet helemaal een vraag, het is meer een soort dilemma-achtig. Ik weet nooit wat ik aan moet en dan zie ik er misschien stom of anders uit. Wat moet ik doen? Ja, dit is een vraag die had ik ook heel erg mee. Dit is vooral je eigen onzekerheid van wanneer je natuurlijk naar een nieuwe school gaat of je hebt iets. En dan denk je van, ja, ik moet er wel leuk uitzien, ik moet leuke kleren hebben. Maar het ding is, iedereen heeft zijn eigen stijl. Ik bedoel, wat ik draag kan bijvoorbeeld iemand anders uit mijn klas heel erg lelijk vinden. Maar zolang ik het mooi vind, wil ik het ook bij lijf dragen. En ik heb heel erg lang gedacht van, ja, misschien vinden mensen dit niet mooi, moet ik dit wel doen? Maar dat is echt iets wat je uit je hoofd moet zetten. Want als jij een shirtje koopt, moet je het kopen omdat jij het mooi vindt. En niet omdat je denkt van, ja, dit vinden mensen uit mijn klas mooi. Ik bedoel, tuurlijk is het wel fijn als mensen tegen je zeggen, ja, je hebt een leuke outfit aan of wat een leuk shirtje. Maar uiteindelijk gaat het om wat jij leuk vindt. Dus ga bijvoorbeeld gezellig een keertje met je moeder de stad in of met een vriendin of met iemand anders. En ga dan samen leuke kleren shoppen of ga natuurlijk in je eigen kast lekker shoppen en maak wat leuke setjes. Maar draag vooral alleen maar dingetjes die je zelf leuk vindt en laat de mening van anderen lekker achterwege, want uiteindelijk gaat het om jezelf. Vraag nummer 6. Waar koop jij je schoolspullen? Nou, ik heb nog eerlijk gezegd geen schoolspullen gekocht. Maar ik koop meestal mijn schoolspullen bij de HEMA omdat ik daar de printjes heel erg leuk vind. En het is lekker vrolijk, lekker veel vrolijke kleurtjes. Dus ik ga mijn schoolspullen dit jaar denk ik weer bij de HEMA halen. Vraag nummer 7. Dit is eigenlijk niet echt een vraag, maar het is meer een dilemma namelijk. Ik ben best wel zenuwachtig voor presentaties en zo. Heb je misschien tips? Nou, presentaties is per persoon heel erg verschillend. Maar de tip die ik je vooral wil meegeven is, ga thuis lekker een keertje oefenen. Zorg dat je je tekst goed uit je hoofd kent. Misschien kan je kleine kaartjes maken waarop je bijvoorbeeld steekwoorden schrijft, zodat je een beetje weet waar het over gaat. En het allerbelangrijkste, een goede PowerPoint of goede presi. Want wanneer je een goede presentatie hebt en je daar voldoende steekwoorden op hebt staan, kan je jezelf hier natuurlijk ook heel goed mee uitredden. Dat is datgene hoe ik een beetje mijn presentaties overleef. En vooral heel erg voor oefenen, want als je presentaties voor oefent, vind je het uiteindelijk voor de klas veel enger. En het allerbelangrijkste, wanneer je een presentatie hebt en dan moet bijvoorbeeld 5 minuten duren en je oefent hem thuis en hij is 5 minuten, zorg dan dat wanneer jij hem thuis oefent, hij ongeveer 2 minuten langer is dan de tijd die je moet hebben. Dus stel wanneer je hem dan thuis oefent 7 minuten, zodat wanneer je dan in de klas praat, je ongeveer op 5 minuten uitkomt. Want door de zenuwen praten heel veel mensen vaak sneller, dat heb ik zelf ook. En dan kan die presentatie van 5 minuten thuis ineens 3 minuten in de klas worden en dat wil je niet. Dus kijk vooral goed naar de tijd. Oefen het veel en zorg dat je je tekst kent en dan komt het helemaal goed. Dit was weer de video en vond je me leuk? Wil zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet hieronder ook niet te abonneren. En heb je nog een andere schoolvraag aan mij of een andere struggle? Dan mag je die altijd hieronder in de reacties laten weten. Want wie weet kan ik jou helpen of kan een van mijn kijkers jou helpen. Dus zie je nou een vraag in de reacties staan en denk je die kan ik ook beantwoorden. Dan mag je dat ook zeker weten doen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!